Je hebt een geweldig idee. Een gat in de markt. Een waanzinnig product. Een onmisbare app. Je bent er enthousiast over. Je ziet kansen. Maar krijg je het voor elkaar? Je bent gedreven en wil het liefst gaan, gaan, gaan. Stop. Dat is onverstandig. Je idee verdient beter. Je gaat toch ook niet zomaar beton storten als je een huis wilt bouwen? Natuurlijk niet. Je bent de architect van je eigen succes. En net als een architect bouw je beter, makkelijker en sneller met een bouwtekening. Want je wilt toch ook weten hoe je succesvol kunt worden? Jouw ondernemingsplan is zo'n bouwtekening. Het geeft inzicht in de haalbaarheid van jouw idee en is tegelijkertijd een stappenplan. Het geeft je houvast in een spannende periode. Het is een toekomstverkenning van het bouwproces. Het dwingt je het fundament te beschrijven en welke muren het succes gaan dragen. Het leert je wat er nodig is om jouw visionaire idee ook daadwerkelijk vorm te geven. In je ondernemingsplan zet je jouw eigen plannen op een rij. Je beantwoordt vragen als: wat wil ik precies gaan doen? Waar ga ik me vestigen? Welke rechtsvorm kies ik? Is er een markt voor mijn product? En hoe kom ik aan klanten? Hoeveel geld heb ik nodig om mijn plannen van de grond te krijgen? Vaak verandert het ontwerp in dit proces een beetje. Je weet wat kan en wat niet kan. Door feedback te vragen aan kennissen en experts leer je waar de constructiefouten zitten en hoe je die kunt voorkomen. Een goed ondernemingsplan is essentieel voor het starten van een bedrijf, omdat het je heel erg goed inzicht geeft in alle verschillende onderdelen, zoals de communicatie, die financiën, je doelgroep, je product, alle verschillende onderdelen. Daar word je eigenlijk tot gedwongen om daar heel goed over na te denken. Het ondernemingsplan heeft mij gebracht om echt je denkbeeld heel concreet te maken en op papier te zetten. En doordat je het concreet maakt, ga je ook focussen. Uiteindelijk weet je hoe mooi jouw succes kan zijn. En hoe je daaraan kunt bouwen. Met evenveel flair als focus, evenveel drive als degelijkheid. Het ondernemingsplan. De basis om te bouwen aan succes.